Een van de grootste en het kleinste museum van Tilburg en een filmer die de stad als openluchtmuseum gebruikt, zie je allemaal in deze nieuwe aflevering van Cultuur. Het zal niet de eerste keer zijn dat bestaande kunst inspireert tot nieuwe kunst. Leerlingen van het Koning Willem II College kregen in samenwerking met de vooropleiding Dans van Fontys Hogeschool voor de Kunsten de opdracht om hun favoriete kunstwerk in Museum de Pont te vertalen naar dans. Onder andere geïnspireerd door de werken van Anish Kapoor gingen ze met deze ogenschijnlijk abstracte opdracht aan de slag. Om inspiratie van kunstwerk te vertalen naar dans is best moeilijk en jij begeleidt daar de leerlingen ook in. Ja, de leerlingen krijgen van mij dansimprovisatie. Krijgen ze één keer in de week, zitten in de derde klas en ze hebben dat eigenlijk al vanaf hun basisschooltraject. Dus je hebt een hele mooie opbouw hierin. En ze leren eigenlijk door mijn lessen, waarbinnen ik heel vaak met thema's werk. Dat doe ik dan zelf ook. Je gaat een thema associëren, je gaat verdieping daarin zoeken en je gaat een vertaalslag maken. Zo van, wat biedt dat thema mij? Nou, deze opdracht was om te gaan kijken naar hier de Pont. Wat staan er allemaal voor mooie kunstwerken? En ze hebben daar zelf eentje gekozen. En zij zijn in een groepje echt gaan zitten van, oké, wie is de kunstenaar? Wat heeft die bedoeld met het werk? Wat is zijn visie? Wat is de betekenis van het kunstwerk? Maar ook, wat zien wij er zelf in? Wat doet het kunstwerk met ons? En eigenlijk, ja, ik zeg al, ze leren het in de lessen van, hoe kijk je ernaar? Wat zie je? Wat kan het? Wat doet het? Wat voor betekenis? En de bedoeling is ook dat ze ook echt in hun stuk een betekenis hebben overgedragen. Tot hoever ruikt jouw rol daarin? Tot hoever geef je hun handvaten of laat je ze helemaal los en op haar eigen gevoel hun ding doen? Nou, met deze opdracht was het echt, oké, ik heb de opdracht gegeven. Ja, straks heb ik al verteld bij de presentatie dat ze een rondleiding hebben gehad en inspiratie hebben gekregen van degene die de rondleiding heeft gegeven. We hebben er ook wel over gepraat samen, maar eigenlijk hebben ze heel veel zelf gedaan. Dus in groepjes gezeten, ze hadden een schriftje, dan moesten ze dingen opschrijven, een soort logboekje bijhouden van wat hebben we vandaag gedaan, wat gaan we volgende week doen. En als ik kwam kijken, ik liep langs alle groepjes van wat hebben jullie gedaan, wat wil je hiermee laten zien? Oké, nou dat is duidelijk te zien. Misschien moet je nog een beetje zus, een beetje zo. En ze hebben eigenlijk heel veel gewerkt. Dat is het is een proces, ze hebben 10 weken de tijd gehad, maar eer dat ze echt aan het dansen waren, dat duurde best lang. Want dan zijn ze aan het praten en het discussiëren. En dan zei ik, kom op jongens, nu moeten jullie aan de slag. Want door hetzelfde ervaren, ja, dan voel je ook of dingen werken, of dat het gaat. En dat hebben ze daarna opgepakt. Maar ja, veel zelf gedaan. Waarom hebben jullie gekozen voor het kunstwerk van Anish Kapoor? Nou, omdat wij ons wouden verdiepen in de illusie van het gat. En omdat we niet wisten wat er zou gebeuren als je in het gat zou vallen. Dus daar wouden we mee gaan spelen. Hoe vertaal je dat dan naar dans toe? We hadden eerst woorden bedacht. En daarmee hadden we dat uitvergroot en dan tot bewegingen gezet. En zo hadden we een dans van gemaakt. Wat vond je de grootste uitdaging? Dat je niet weet wat er in het gat is en dat we dat moesten vertalen en dat omzetten in dans. Dat was wel de grootste uitdaging. We hadden een boekje bijgehouden en hadden we iedere week bijgehouden wat we hadden gedaan en dan zo steeds opgebouwd.
Wat sprak jou het eerste aan in dit kunstwerk? Het eerste wat me aansprak was het verschil tussen de bovenkant van het kunstwerk en de onderkant van het kunstwerk. De bovenkant heeft een hele andere betekenis dan de onderkant. En het leek ons leuk om ons hier in te verdiepen. We hebben het verlangen naar de vrijheid dat aan de bovenkant dus te zien is. En dan zeg maar het vaste van het tapijt, van de cel die is afgebeeld op de vloer. En we hebben zeg maar het verschil laten zien van wanneer je vrij bent en wanneer je naar vrijheid wil. Met het idee van dat je in een cel opgesloten zit, dat je geen contact hebt met de buitenwereld. Doordat jullie de tape van de grond af lostrokken, wou jullie het daarmee duidelijk maken? Ja, die tape was eigenlijk voor ieder zijn cel. Het maakte vier blokken en dat waren onze vier cellen. En eenmaal dat we echt naar die vrijheid gingen reiken, trokken we het tape eraf, zodat die cellen niet meer van, er niet meer waren. Mega trots. Ja, ik bedoel, het zijn nog jonge leerlingen, derde klas van het voortgezet onderwijs. Ze worden natuurlijk wel getraind in alles, maar ik bedoel, ze moeten wel in staat zijn om dit te kunnen pakken zelf. En daar ben ik echt apen trots op. Ik vond het een prachtig mooie afsluiting van voor een aantal leerlingen heel lang dansimprovisatie, want een aantal zijn binnengekomen in basis 7. We hebben een basisschooltraject voor opleiding dans. Dan krijgen ze twee keer in de week les. En daarna gaan ze naar het Koning Willem II College, waar we dus van Fontys Hogeschool voor de Kunsten een samenwerking mee hebben. En ja, dus sommigen hebben echt al vanaf basisschool 7 tot nu derde klas improvisatie. Maar je ziet ze daar echt in groeien en een heel mooi proces in maken. Dus ik vind dat ze daar heel goed in geslaagd zijn. Ja. Tilburg heeft er een nieuw museum bij. Je moet er wel even naar zoeken, want het gaat om het naar eigen zeggen kleinste museum van de stad. Een tijdje terug heeft de Wonderkamer, zo heet het museum, de deuren geopend in het Duvelhok. In wisselende presentaties wordt in de Wonderkamer de uitgebreide collectie van Lorenzetti getoond. De Wonderkamer is het kleinste museum, zeg maar hoe groot is de collectie? De collectie van Lorenzetti, waar we een klein beetje van in de Wonderkamer laten zien, omvat duizenden objecten. Fotografie, kunst, design, natuur, niet-westers, schrift, van alles. Het is een collectie die heel breed is en die eigenlijk een beetje lijkt op de Wonderkamers van de jaren uit de 19e en de 18e eeuw, van een paar honderd jaar geleden. Rijke mensen die hadden een grote kamer in hun huis en die lieten daar zien wat ze allemaal voor een bijzonders in huis hebben. Dat is een internationaal begrip geworden, Wonderkamer, en daar hebben wij dus de Wonderkamer van gemaakt in Tilburg. Ja, we hebben een grote collectie. Ik heb altijd geroepen, Lorenzetti is een museum zonder gebouw. Want we hebben een grote collectie die we op allerlei plekken lieten zien. Het reizend museum. Maar nu zijn we min of meer voorlopig te gast bij het Duvelhok. Dus we hebben nu wel een gebouw. En daar laten we delen van wat we allemaal hebben zien in verschillende opstellingen. Duvelhok is natuurlijk een voormalige textielfabriek. Heeft sinds de jaren 60 hier in Tilburg een geschiedenis van kunst. Veel Tilburgers hebben hier cursussen gevolgd of exposities gezien. Sinds een aantal jaren is het eigendom van Karin Bruers. En we zijn nu met Lorenzetti weer bezig om een deel van dat kunstzinnige karakter terug te geven. En het is een hele inspirerende plek, dat merk ik ook. Mensen die hier komen, die krijgen gelijk zin om iets te doen. En ik ook. En vandaar dat ik het idee heb om vanaf september hier maandelijks een kunstcafé te houden,
op de zondagmiddag van 4 tot 6 praten over kunst, dingen meenemen, mensen kunnen zelf iets meenemen, kunstenaars praten, er wordt muziek gemaakt, een wijntje erbij, een gezellige middag over kunst. En daar is het Duvelhok een prima plek voor. Je hebt nu ook de wolkamertjes hier ook ingericht. Ja, de wonderkamer in het Duvelhok bestaat uit 3 gedeelten. De entreehal, dat is min of meer een galerie met wisselende tentoonstellingen. Waar we hier staan in de grote hal, hebben we ook een deel met de wonderkamer. En er is een gang, een donkere gang met voormalige wolhokken. Uit de textielfabriektijd. En die hebben we ook ingericht met wat geheimzinnige installaties. De grote hal, de entreehal, is de plek voor wisseltentoonstellingen. Wij hebben nu de wonderboxen staan, maar die wonderboxen die gaan ook op allerlei andere plaatsen staan. Op scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen. En dus dat wordt een wisseltentoonstellingsplek. Maar op de andere plekken, dat verandert ook hoor. Het zal geen 2 maanden hetzelfde zijn hier. In de wonderboxen hier, wat is hier te zien? Op dit moment staan we in de entreehal van het Duvelhok. Daar is nu de tentoonstelling Dierenpark in Duvelhok te zien. Dat zijn dieren uit de verzameling van Lorenzetti. Dus echte dieren, opgezette dieren, kunstdieren, objecten die op dieren lijken. Van alles wat met dieren te maken heeft. En dat is een wisseltentoonstelling, want hier komen allerlei tentoonstellingen die telkens van onderwerp wisselen. Het Duvelhok is open en toegankelijk, gratis, elke dag tussen 10 en 5 uur. Vaak ook op zaterdag. En we gaan de komende weken gaan we ook op de woensdagmiddag speciale dingen doen met Wonderkamer op woensdagmiddag. Je ziet regelmatig bij ons video's van hem voorbij komen, of beter gezegd soundscapes. Op een creatieve manier vertelt Peter Hofland verhalen met beeld en geluid. Vaak over de historie van Tilburg. Wij vonden het de hoogste tijd om eens te kijken waar die creativiteit vandaan komt en spraken met hem af. Waar komt jouw fascinatie vandaan om alles vast te leggen in beeld en geluid? Dat was al vrij snel. Toen ik 16 was, toen kreeg ik van mijn vader een Philips bandrecorder. En toen begon het eigenlijk met geluiden opnemen, overal. Vogelgeluiden, straatgeluiden. Op een gegeven moment is het gewoon doorgegaan naar foto's maken, heel veel foto's, dia's in die tijd en dan overvloeien dingetjes. En ik was geïnteresseerd om alles vast te leggen, daar kwam ik eigenlijk inderdaad gewoon op neer. Dat doe ik nog steeds. Komt dat nu tot uiting in jouw schilderkunst? Ja, dat wel. Ik ben gewoon een kleurrijk figuur, ik probeer alles gewoon vast te leggen. Ik probeer ook altijd nieuwe dingen te ontdekken. Kijk, ik ben iemand die... Ik heb ook bijna niet gestudeerd. Ik heb wel gestudeerd natuurlijk. Ik heb sociologie gedaan in Utrecht. De leer van het geluid. Maar ik probeer altijd wel de dingen iets te maken wat gewoon nieuw is. Dat niet wat iedereen al gedaan heeft. Met mijn schilderen precies hetzelfde. Het is de laatste tijd zo erg voor dat ik eigenlijk liever schilder dan muziek maak, bijvoorbeeld. Dat vind ik eigenlijk wel jammer af en toe. Daar ben ik laatst heel intensief mee bezig. En ja, ik vind ook dat ik dat moet doen. Dus ik heb heel veel schilderijen gemaakt ondertussen. Binnenkort ga ik ook exposeren in Kaatsheuvel. 30 juni. Eigenlijk voor de eerste keer. Grote dingen. En ik wil wel, als ik een expositie doe, dan wil ik ook wel gewoon doen wat ik wil. En dat ding laten zien die ik gewoon goed vind. Ben je perfectionistisch? Ja. Wel erg, ja. In die dingen wel, ja. In de muziek ook trouwens, overal wel.
video ben ik ook de laatste tijd ook heel veel mee bezig om daar toch te kijken dat ik daar een andere wending aan kan geven. Met beeld en mijn schilderijen die ik dan weer in film en bewegingen in maak. Want dit, ja, kijk, dit is gewoon iets, maar als je dit gaat filmen en je gaat dat bewerken en allerlei inzoomen, dan krijg je gewoon heel kleine fragmentjes en dat zijn eigenlijk andere schilderijen. Dus daar ben ik wel de laatste tijd, ik vind kleur en klank en dat vind ik allemaal, voor mij is dat wel, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, ik zit in het stilste gebied van heel Frankrijk, midden Frankrijk, dus daar is nog geen lichtvervuiling, geen herrie, niks. Gewoon helemaal geen industrie, dus ik zit daar gewoon in een reservaat. Dus, en dat brengt wel heel veel rust mee, ja. En daar schilder je ook? Daar schilder ik ook, hier thuis ook al. Maar daar eigenlijk wel het meeste. Ja, dus totaal anders dan Tilburg. Maar ik zit nog graag in Tilburg, hoor. Want hier gebeurt ook een hoop, hè. Er is gewoon heel veel te doen hier in Tilburg, een mooie stad. Er is wel heel een hoop aan de gang. Kijk, het mooie van Tilburg. Kijk, ik vind trouwens de Lokhal vind ik nou wel iets. Heel dat gebied vind ik wel heel mooi ontwikkeld. En Piershaven ook. Dus er gebeurt wel heel veel de laatste tijd. Vind ik wel mooi. Spoorzone heb ik nog gefilmd toen het nog volop in bedrijf was. Ja. Ja, ik heb veel gefilmd. Honderden films. En vind je dit, de spoorzone dan ook de mooiste verandering in Tilburg of toch iets anders? Zoveel is er niet veranderd, hoor. Huh? Nee. Ja, kijk, die afschuwelijke gebouwen die zo van neerzetten, die vierkante kubus, nou, dat vind ik geen. De entree van Tilburg daar, bij die studentenflat, bij die vogelkooitjes en alles, dat vind ik afschuwelijk. Dat is echt triest. En trouwens, dat gebied daarachter, daar vind ik het Gentelooster terrein, dat vind ik wel heel mooi. Bijvoorbeeld ook een heel mooie ontwikkeling. Het spoorpark. Spoorpark, ja. Waar veel mogelijkheden zijn om dingen te doen. Men noemt jou ook bescheiden. Zie jij jezelf ook zo? Ja, ik ben niet zo iemand die... ik ben uit een generatie die waar wat meer is van doen. Ja, dat werd vroeger op het consortium ook niet geleerd. Hè? Van, je moet het product verkopen en de kunstenaars ook niet uit die tijd. Ik heb heel veel kunstenaars, ik heb veel met kunstenaars samengewerkt. Dat doe ik nog steeds. De eerste keer dat ik met mijn bandrecorder op stap ging, dat is voor mij, meer dan 40 jaar geleden, 45 jaar geleden. En dat betreft zoveel veranderd. En ik heb veel opnames, bijvoorbeeld ook echt oude opnames van Tilburg. De Stijle Wand bijvoorbeeld, heb ik ooit ook met mijn microfoontje zo in die dingen gestaan en dan komen ze zo voorbij gekrost. Veel kermisgeluiden heb ik gedaan. En die zijn ook al een dikke 20 jaar oud, dat verandert toch allemaal, ook qua muziek en alles. Dus heel veel straatgeluiden, oude brommetjes natuurlijk ondertussen. Draaiorgels, ja, gewoon heel veel wat er gewoon. Draaiorgels hoor je bijna ook niet meer natuurlijk. En die geluiden heb ik ook allemaal gebruikt in producties die ik maak. Het experiment vind ik wel heel belangrijk. Ja. En dan als het resultaat is, dan is het resultaat voor mij ook altijd goed. Want ik wil wel gewoon bezig blijven. Gewoon nieuwe dingen doen. Ik zie gewoon heel de dag iets, hè. En je hoort het ook wel veel, maar wat je ziet, vooral ik ben ook echt een kijker. Je bent echt van nature een observeren. Ja, ik zie gewoon heel veel. Dus daarvoor kijk ik hier ook zoveel naar. De cultuuragenda van 25 april tot en met 1 mei. Bladblazers, snelwegen, straaljagers en ADHD-kinderen. Je zou er toch zo doof van worden? In zijn voorstelling Ik hoor alles onderzoekt Vincent Bijlo lawaai. De cabaretier is blind geboren en kan scherp luisteren naar datgene wat er echt toe doet. Luister mee
en leen hem jouw oor. Het Nederlandse Songfestival heeft dit jaar een Tilburgs tintje. De Tilburgse Duncan Lawrence gaat het grote podium in Israël betoveren. Genoeg reden dus voor de notenkrakers om een licht op dit Tilburgse fenomeen te schijnen. Een avondvullend programma waarbij ook andere muzikale talkshowgasten aanschuiven. In de voorronde van Kunstbende beklimmen aanstormende podiumtijgers de stage. Beeldende kunst, muziek, fashion, dans, taal of theater. Je kijkt je ogen uit naar wat dit energieke talent uit ons mooie Brabant allemaal kan. De spanning stijgt. Wie lukt het om de jury te overtuigen? Een straat waar bewoners hun voordeur delen, maar niet hun levens? Hoe zit dat met de Tilburgse Bloemenbuurt? De jonge theatermakers van het Zuidelijk Toneel gingen in gesprek met bewoners uit de Bloemenbuurt. Het leverde een mooi gedicht op dat in de voorstelling Onze Straat te bewonderen is. Het zit er weer op voor deze uitzending. Op tv zie je ons volgende week weer terug, maar online kun je ons natuurlijk gewoon blijven volgen. Kijk op de website van Omroep Tilburg, zodat je niets hoeft te missen. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.